Volgens Siert waren dit twee wereldgoals, maar ik vond het er maar eentje. Oké, dit is de eerste. En ze komen ook vlak achter elkaar, dat is ook wel leuk. Dan denk je, waarom is dit een wereldgoal? De keeper raakt hem nog. Hij wou duidelijk met links schieten, want zijn linkerbeen ging helemaal naar voren. Dus hij raakt hem per ongeluk met rechts. En hier dan aftrap. Dan ga je meteen door naar het doel. En dit vind ik wel echt een mooie. Hier zo naar binnen schieten en in de niet verre hoek, zeg maar. Precies super mooi in het doel. Die tweede vond ik wel mooi. Like als je de tweede mooie vond. Of nee, abonneer als je de tweede mooie vond. En like als je de eerste mooie vond. Doei!